was een klein select gezelschap waar ik vandaag mijn woordje voor mag doen. Aanleiding zijn heel veel vragen die er in het team zijn of dingen die tot mij komen als het gaat over de benchmark en de cijfers. Dus daar wil ik eigenlijk iets over vertellen. Voor mij gaat het vooral over het verhaal achter de cijfers. Waarom beginnen we nou met die benchmark te werken? Ik was die PowerPoint aan het maken en ik kreeg zo'n standaard sheet en het stond samen doen in de buurt stond daarin. Dus zat ik bij gisteren af te vragen, heten wij nou eigenlijk nog zo? Want volgens mij zijn we samen doen in de wijk of samen doen in het stadsdeel. Toen dacht ik van god, het verandert eigenlijk een hele hoop zonder dat we daar bewust eigenlijk keuzes voor maken. Weet je? En zo'n benchmark en die cijfers daar dan ook onder passen. Wij worstelen ook met die term benchmark, want benchmark gaat over vergelijken. Dus dan vergelijk je je met een ander. Dus je zou het ook een scorecard kunnen noemen, je zou het ook een dashboard kunnen noemen, je kunt het ook een overzicht noemen. Het gaat erom dat we namelijk een aantal cijfers hebben die de werkelijkheid vereenvoudigen, maar die werkelijkheid op een dusdanige manier vereenvoudigen dat het iets zegt over de kwaliteit en dat het iets zegt over waar we wat mee zouden kunnen doen. Waarom doen we dat? 100.000 redenen. Controle is loslaten, dus dat betekent dat je cijfers loslaat in de organisatie dat je zelf niet hoeft te controleren, maar het is natuurlijk wel zo dat je controleert en dat je iets met cijfertjes doet. Je zou kunnen zeggen, nou, het zijn vinksmurven geworden, maar zo erg is het volgens mij niet. Waar het ook over gaat is dat we toewerken naar de verantwoordelijkheid van de medewerkers zichtbaar maken voor de medewerkers zelf en in het team. En de eerste stap is dat wij op stadsdeelniveau met de benchmark en de scorecard of met het dashboard gaan werken. Daarna gaan we dat op teamniveau doen. En de laatste stap is dat we dat op individueel niveau gaan doen, wat gedeeld wordt in het team. Er zit altijd een spanning tussen wat moet en wat kan. Maar interessant is dat je hele grote verschillen tussen de stadsdelen ziet. Zorgvuldig werken, spelen met cijfers, leren vragen stellen met elkaar. En het is ook een manier om de lasten en de lusten tussen de teams te gaan verdelen door naar bepaalde zaken te gaan kijken die zichtbaar te gaan maken. We hebben eigenlijk de benchmark, of die scorecard, hoe we het ook willen noemen, onderverdeeld in drie elementen. Kostenbewustzijn, verschillen tussen de teams en de belasting van de teams. Dat is eigenlijk waar je zaken mee zichtbaar kan maken. En we wilden samen met het management heel ontzettend veel dingen zichtbaar maken. We hadden volgens mij wel iets van 40 indicatoren waar we graag cijfers voor wilden hebben. En we kwamen er in de praktijk achter dat we voor ongeveer 20 zaken redelijk betrouwbare cijfers kunnen genereren. En dat al die andere wensen misschien leuk zijn. Maar als we dat zouden doen, dat het tot een enorme extra administratieve belasting voor de medewerkers zou leiden. En dat is dan volgens mij net niet de bedoeling. Want volgens mij is een van de doelstellingen dat de mensen alleen maar datgene registreren wat nodig is. En dat we alleen maar dat vastleggen wat nodig is. En daarmee moeten we het dan doen. Ik laat hem niet zien, de hele scorecard. Dus ik ga niet met al die vakjes en al die cijfertjes die hier nu laten zien en wat daar de scores op zijn. En dat komt omdat de teams samen met de managers nu de mogelijkheid hebben om nog bezig te zijn met oefenen. En ze hebben nog 4 weken en dan moet het in orde zijn. Want de eerste scorecard wordt 1 februari openbaar gemaakt. En die gaat dus ook naar andere mensen toe, buiten deze organisatie. En dat betekent dat dat de meting is vanaf 1 januari. Dus onderschat niet welke opdracht er nog ligt. Of welke vragen er straks gaan komen. Ik heb wel even de bovenkant zichtbaar gemaakt van waar gaat het nou eigenlijk over. Dat leidde tot ontzettend veel discussie, want mensen gingen lopen rekenen. En toen kwamen ze er dus niet helemaal uit hoe we dat zich nou allemaal met elkaar verhouden. Maar er zitten verschillende cijfers in. We hebben met de wethouder afgesproken dat we dit jaar minimaal 3000 huishoudens helpen. Daarom staat er gewoon 3000 in en we kijken of we dat halen. Dat we er meer zouden kunnen doen en dat we er ook veel meer doen, ja, prima. Maar dit is waar de wethouder wat we hebben afgesproken. Dat we meer doen, hartstikke fijn. Dat is ook heel belangrijk, maar dit is wat we moeten doen. Totale caseload op jaarbasis is 27. Nou, toen gingen mensen rekenen. We hebben zoveel FTE, als ik normaal 27 doe, dan kom ik helemaal niet tot die 3000. Nee, dat heeft niks met elkaar te maken. Er is een rekenkundig model waarin ooit is aangegeven dat als de gemiddelde medewerker van Samen Doen 27 zaken op jaarbasis zou doen, dat we dan ongeveer even duur of even goedkoop zijn als de oude vorm van hulpverlening. Dus eigenlijk ligt gewoon alleen maar ons break-even point qua bedrijfsvoering ligt op 27.
En daar kun je heel veel discussies over gaan voeren. Want als wij de allerzwaarste klanten uit de stad gaan doen, dan is het maar de vraag of het 27 moet zijn, of misschien wel 23 of 22. En als we heel veel lichte klanten doen, zouden het misschien wel 30 moeten zijn. Ik weet het niet precies. Maar dit is waar ze blijven worden in de stad. Ik zeg, nou, laten we dan die 27 als uitgangspunt nemen. Halen we met gemak. Ze hoeven ook, die bovenste twee hoeven ons eigenlijk op dit moment helemaal niet druk over te maken. Dat lukt. Dan is er nog een cijfer die gaat over de totale caseload. Dat vertelt gewoon iets over hoe groot is nou eigenlijk een stadsdeel als het gaat om het aandeel in het totaal. Meer is het niet. Vervolgens geeft het getal ook nog eens een keer aan wat de totale caseload op jaarbasis is voor de medewerkers in een bepaald stadsdeel. Daarmee maak je natuurlijk wel zichtbaar over wat de verschillen zijn in de stadsdelen. Zegt nog niks, want het kan ook iets zeggen over de zwaarte die je hebt. Het kan iets zeggen over het aantal gezinnen wat je hebt versus de huishoudens zonder kinderen die je hebt. Maar het geeft een getal en het is in ieder geval een vorm van een duiding. Daarom zit er nog wel iets in, de verhouding tussen huishoudens met kinderen. Je zou kunnen zeggen met en zonder kinderen, maar ik heb die zin even iets korter gemaakt. Aanname is dat als je een huishouden hebt met kinderen, dat het relatief gezien meer werk is dan een huishouden zonder kinderen. Nou, sommige mensen zullen dat gelijk ten strijde gaan dat dat niet zo is. Maar ik kan me voorstellen als je een huishouden hebt met 4 kinderen en je werkt systeemgericht, dat het ingewikkelder is dan 1 iemand die alleen in een huis woont. Omdat je gewoon veel meer personen hebt en dat het dus gewoon veel meer werk betekent. Het geeft wel iets aan over een soort indicator. Wat ook niet helemaal klopt, omdat de achterliggende problematiek vaak anders is dan alleen opvoedproblematiek. Maar het kan wel iets zeggen over de richting de afdeling jeugd, richting de afdeling zorg, over de financiering van samen doen. Daar zijn wel meer getallen over, hoor. Want hoeveel kinderen zitten nou gemiddeld in een huishouden, dat soort dingen weten we ook allemaal. Maar dit is even wat zichtbaar wordt. En daarmee zie je wel enorme verschillen tussen de stadsdelen. In stadsdeelcentrum is 51% van alle klanten betreft huishoudens met kinderen. In stadsdeel Zuidoost is dat 75%. En dan is natuurlijk het stadsdeel Oost is 4,5 keer groter dan het stadsdeelcentrum. Dus daar zitten wel heel veel gezinnen in, zullen we zeggen. Dat is dan een verhouding. We proberen iets te zeggen over zorgzwaarte. Dat is heel ingewikkeld. Maar daar hebben we dan genomen minimaal niet zelfredzaam op 4 gebieden. Daar is ook een afspraak mee gemaakt met de wethouder waarvan gezegd wordt 75% van al onze huishoudens zou minimaal niet zelfredzaam moeten zijn op 4 gebieden. Als ik kijk naar de totaalscore, is dat op dit moment voor 70% van onze huishoudens het geval. Dus dat betekent dat 30% van de huishoudens die bij ons in de caseload zit, minimaal niet zelfredzaam is op minder dan 4 gebieden. In het licht van een discussie is een zaak nou geschikt voor een team of niet. Want het moet minimaal zelfredzaam zijn of op meer dan 4 gebieden niet zelfredzaam zijn. Is het wel een hele vreemde discussie, is een zaak wel of niet geschikt? Want als je kijkt naar de praktijk, dan zit het anders in elkaar. De argumentatie is vaak, ja, maar het kan op 2 gebieden ook al heel erg zijn en daarom gaan we aan de slag. Nou, dat is prima, maar dan moeten we wel op een termijn hierover gaan nadenken, zullen we zeggen. Want we voldoen er niet aan, dus blijkbaar is er iets anders aan de hand. Dus we moeten misschien wel naar een ander criterium toe als het gaat over wanneer is een zaak nou wel of niet geschikt voor samen doen. Want volgens mij lopen we heel erg vast in deze discussie. De buitenwacht loopt erin vast en in de aanmeldingen lopen ze er ook in vast. Maar dit is wel het uitgangspunt wat er nu toe gekozen is. De volgende is wat eenvoudiger, dat gaat namelijk. Ik heb hier nog wel wat vergelijkingen gemaakt van de eerste stukjes. Centrum en Noord heb ik bijvoorbeeld genoemd als het gaat om de totale caseload. De totale caseload van de medewerkers is ongeveer gelijk rond de 27. Actief en passief percentage wat in de caseload zit, is zo tussen de 18 en de 20%, ligt ook ongeveer gelijk. Wel of geen kids is 51 en 81%. Daar zie je in één keer een enorm verschil. De zelfredzaamheid ligt in Noord, is de problematiek een stukje hoger dan in Centrum. Wat zegt dat nou over zorgzwaarte? Want dat is eigenlijk waar dan een discussie over zou kunnen gaan. Dan kan een discussie zijn van ja, de caseload van de medewerkers is misschien wel even hoog, ongeveer. Maar het aantal gezinnen, daar zit wel een fors verschil in. Dus is nou die belasting van de medewerkers in Noord relatief gezien ten opzichte van Centrum, is die nou hoger of niet?
En als je nou middelen moet gaan verdelen binnen je organisatie, en die zijn natuurlijk schaars, waar ga je dan het eerste medewerker aan toekennen? Waar vind je nou eigenlijk dat die caseload omlaag zou moeten, omdat die belasting zwaar is? En dan is die in het centrum ook hoog, en in Noord is die ook hoog, maar ik heb maar één medewerker die kan verdelen. En op basis daarvan kun je keuzes maken, hoe vervelend het ook is. En maar op basis daarvan kunnen teams dus straks ook zien waarom een discussie op een bepaalde manier in je organisatie gevoerd wordt en dat die misschien vrij eenvoudig is. En de verhalen hierachter zijn heel complex, want op het moment dat je in zorg duikt, dan wordt het vaak heel erg complex. Maar ik maak het wel iets duidelijk over de verschillen. En niet meer en niet minder dan dat, want soms zijn cijfers, kun je ook omkeren, kun je op een andere manier over praten, maar je moet toch proberen ergens wat houvast te gaan krijgen. Volgende factor die we gekozen hebben, en we hebben dat ook wel echt wel samen met het management gedaan, maar soms raken we daarin ook elkaar wel even kwijt, is plansgerichtheid. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat onder woorden te brengen. Hoe maak je dat nou met een aantal indicatoren zichtbaar? Volgens mij is het belangrijk dat als een klant zich aanmeldt bij Samen Doen, op welke manier dan ook, dat hij snel hulp krijgt. Want volgens mij gaat het niet zo goed met je als je bij Samen Doen komt. Er is echt wel wat aan de hand. Daarvan hebben we een afspraak gemaakt. Dat er snel hulp moet worden verleend in een normale situatie binnen 2 weken. En als er een melding van veilig thuis komt, dat we dan binnen 1 week willen starten. Dat is op dit moment de situatie. Nou, daarvan zie je dus eigenlijk dat die 90% die halen we in geen van onze afdelingen. En het verschil tussen de best presterende en de minst presterende afdeling is ongeveer 20%. 25%. Dus er zit een groot verschil in. Dat kan ook iets zeggen over dat je zo overbelast bent dat het heel moeilijk is om een zaak te pakken. Het kan ook zijn dat het heel moeilijk is om die warme overdracht te regelen. Bijvoorbeeld in de relatie met veilig thuis. Daarvan scoren we relatief gezien hoog, maar halen we ook niet de 90%. En dan is er wel een interessante vraag, want de afspraak met veilig thuis is dat we binnen 5 werkdagen starten. En waar ligt dan de oorzaak dat ons dat niet lukt? Zit hem dat in de warme overdracht? Zit hem dat in de termijnen? Zit hem dat in dat discussies op heel lang gevoerd worden? Dat kan er velerlei oorzaken zijn. Maar volgens mij is de zoektocht wel dat we zeggen, we willen die 90% halen. Dus hoe gaan we dat dan doen? En daar kunnen we onszelf aankijken en we moeten iets met die andere partijen verschuiven. We willen ook dat er goed en planmatig gewerkt wordt. Zodat gezien die moeilijke omstandigheden van die klanten, is de vraag die we gesteld hebben, is kun je nou in 6 weken na de start tot een redelijk plan komen? Daarvan hebben we gezegd, nou, in 75% van de gevallen zou dat erg wenselijk zijn. Daar staan we nog ver vanaf. Soms tientallen procenten. En heeft dat nou te maken met dat onze klanten zo complex zijn dat we niet tot een plan kunnen komen binnen 6 weken? Dat is een interessante discussie. Want aan de voorkant willen we al zoveel weten van de klant bij de instroom dat we ongeveer weten wat er zou moeten zijn. Want daar klaagt onze omgeving over dat er zo ontzettend veel aangeleverd moet worden voordat Samen Doen wil starten. En toch komen we dan niet binnen 6 weken met een plan. Vind ik een interessante zoektocht. Schijnt overigens voor de helft ook te maken te hebben met een vinkje in RIS wat je daar niet aan hebt gezet dat je plan klaar is. Dus als je dat doet, gaan we misschien wel heel erg omhoog. Maar daar moeten we dan wel even naar gaan kijken. En waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Die buitenwereld gaat natuurlijk ook naar ons kijken. Wat is dat nou voor club Samen Doen? Starten ze op tijd met die klanten? Zijn ze nou snel genoeg? Komen ze nou met plannen voor die moeilijke mensen? Dat is natuurlijk wat onze buitenwacht graag van ons wil. Dan komen we bij 2 hele moeilijke punten. Dat is namelijk iets schrijven in het dossier. Dat je als hulpverlener er geweest bent, of dat je diegene gesproken hebt, of dat je iets gedaan hebt, en dat je het in het dossier vastlegt. Een tientallen redenen waarom je dat zou moeten doen. Allereerst, denk ik, voor de klant. Het is denk ik heel fijn dat je iets opschrijft in een dossier. En niet alleen maar in een schriftje of op een kladje wat in je tas verdwijnt, maar dat het ook terugkomt. Het is volgens mij ook heel fijn voor jezelf als professional dat je verantwoording aflegt over de keuzes die je maakt. Want in 10-15% van onze gevallen krijgen we escalaties. Dat betekent dat het dossier wordt opengetrokken door een derde en dat er gekeken wordt wat is er aan de hand. Dus hou er rekening mee dat je 15% kans hebt dat andere mensen ook naar jouw dossier gaan kijken. En die vinden daar wat van. En jijzelf misschien ook wel. En ik denk dat het ook wenselijk is. En zeker als je ziet dat je bijvoorbeeld ook steeds meer dossiers worden opgevraagd in het kader van vechtscheiding of een andere zaak. Dat je zorgt dat die zaken in orde zijn. En je hoeft echt niet heel veel op te schrijven in een dossier. Maar wel iets. En sommige afdelingen die halen die 65% niet. Ik vind dat zorgelijk.
En dan is 65% vind ik nog ruim gekozen. Want dan zeggen we ook nog eens een keer 20% mag op check en present staan. Of 25% op sommige afdelingen. Dus die bel je misschien niet elke 4 weken. Dus daar heb je ruimte voor. Andere mensen krijg je niet te pakken. Dus daar heb je dan ook nog ruimte voor. Vorige week zei een heel verleden. Ja, maar soms krijg je een klant een half jaar niet te pakken. Ik zeg, volgens mij heb je echt een ander probleem. Zeker als de kinderen in dat gezin zitten. Moet je wat anders gaan doen. En zeker niet een half jaar gaan lopen wachten. Want die klanten van ons kunnen toch niet wachten. Ze zijn toch niet zelfredzaam op meer dan 4 gebieden. Het is toch iets ergs aan de hand. Dus als je ze dan niet te pakken krijgt, dan moet je toch iets anders gaan doen, denk ik dan. Of misschien denk ik te eenvoudig, maar volgens mij werkt het wel zo. Zicht op de gehele caseload, 90%. 1 keer in de 10 weken een rapportage op de totale caseload. Als je hier de 65 haalt, dan ben je natuurlijk hier ook al klaar voor een 3/4. Dus dan gaat het nog maar om een heel klein stukje wat erbij komt. En hier zit er wel een deel van je check- en presentzaken in. Gaat het goed met u? Bla, 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 bla. Lijkt mij een heel redelijk percentage. Ik kom natuurlijk uit een organisatie waar het voor 99% in orde moest zijn. Dus ik vind het nog redelijk ruim. En ik vind het gezien de populatie ook ruim. Ik weet ook niet of de normen goed zijn. Maar laten we ergens mee beginnen. Dit kun je natuurlijk... Dit getal, en dat verwondert mij, dat staat nu ongeveer al 3/4 jaar open. Kun je in 1 dag halen. Als je met z'n allen even gaat zitten, je gaat met die dossiers aan de slag. Je hebt er allemaal 15. Ben je in 1 dag klaar. Dus vanaf maart tot nu is het nog niet gebeurd. Vind ik zorgelijk. Pak hem er eventjes bij. Ik heb West en Zuidoost even naast elkaar gezet. Ik kan allerlei soorten verbanden maken. Dus het is een beetje willekeurig gekozen. Maar het zijn wel de grootste verschillen. In West, bij 76% krijgt binnen 2 weken hulp. Zuidoost is dat 53%. Erop af naar een plan. In 6 weken is 14% en 11%. Dat ligt dus enorm ver af van wat we vragen. Verantwoording 40%, 54%. Zicht op de klant het totale stuk 64%, 72%. Dus er ligt nog echt wel wat te doen om dat op orde te gaan krijgen. Waarbij overigens het starten van de instroom vind ik het ingewikkeldst. Omdat je afhankelijk bent van derden. Dus daar moeten we echt naar gaan kijken van hoe komt het nou dat het niet lukt. Want heel vaak heeft het met heel veel andere factoren te maken en niet alleen maar het team. Dan hebben we een aantal andere aspecten. Die ga ik niet helemaal uitvlassen. Ik ga er straks nog wel iets van noemen. Veiligheid 90%. Dat betekent dat een Lerik, in dit geval nog het oude instrument, er is een afspraak gemaakt ooit binnen Samen Doen voor 90% van alle kinderen een Lerik ingevuld zou worden. Er is 1 afdeling die haalt het 100%. Dat is dan het centrum in dit geval. Die hebben overigens ook al de array ingevoerd. Dus die vielen even door de mand bij de meting. Want we hadden het meetinstrument niet in orde. En dan ga je in een keer enorm naar beneden. Ik constateer bij dat team geen leidersdruk over het feit dat ze dat allemaal in moeten vullen. Dus ik vind het een ingewikkelde discussie met andere afdelingen als ze zeggen dat het moeilijk is. Dat kan. En het is ook een basisafspraak. En ik slaap daar overigens zelf ook ietsje beter van als dat in orde is. Eigen kracht 50%. Daar verschillen we tussen de afdeling tussen de 54 en 40%. Dat zijn dus de acties waar de klant zelf in de lead wordt gezet en de hulpverlener wel ondersteunend aanwezig is. Om te gaan kijken of ze tot leren kunnen komen en zichzelf weer zelfredzaam zouden kunnen gaan worden. Meer een uitdaging. Overigens, die norm is dan wel een afspraak met de wethouder, die 50%. Resultaatgerichtheid. Daar staat een N, daar is geen norm voor. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoe lang onze klanten nou bij ons in de caseload zouden moeten blijven zitten voordat ze nou goed geholpen zijn. Ik zie wel dat er enorme verschillen tussen de afdelingen zijn. Dus dat is een interessante zoektocht over wanneer sluit je nou eigenlijk af en wanneer kun je dat nou eigenlijk doen. Wat ik wel merk is dat afdelingen zeggen we kunnen onze zaken niet kwijt. Dus dan ontstaat bij mij de vraag, oké, maar wat is er dan in je omgeving aan krachten aanwezig om iemand daar wel naartoe te brengen? Van wat doe je als een zaak bij jou na 4 jaar nog in de caseload zit? Vinden we dat dan logisch? Voor mij mag het. Maar het risico is natuurlijk wel, als we de zaken niet afsluiten op een goede manier, dat we over 2 of 3 jaar helemaal vol zitten, geen nieuwe zaken aan kunnen gaan nemen. Dat is een risico. Er is ooit ook een norm gesteld, die is ook ingewikkeld, dat de ZRM0... binnen 6 weken na de start afgenomen zou gaan worden. Dat is interessant, want het is dezelfde norm als dat er een plan zou moeten zijn. Dat vind ik ook interessant, want volgens mij zit daar iets dubbels in. Dus we zijn denk ik met die norm nog niet helemaal helder. Maar de vraag is of in 80% van alle gevallen er binnen 6 weken een ZRM afgenomen kan zijn. Ik denk heel simpel, ik denk, volgens mij is het hartstikke makkelijk, want bij de instroom hebben we al zoveel gedoe dat iemand niet zelfredzaam is op zoveel gebieden, dat iedereen dat bij de start wel weet.
Dat lukt dus niet zo. Soms duurt het wel 90 dagen. Vind ik een ingewikkelde discussie hoe dat nou kan, dat we dat niet weten. Of durf je het dan niet te doen? Of waar zit het hem dan in? Want we halen het al jarenlang niet. Maar dat betekent ook dat als je dat niet doet en dat niet doet en dat niet doet, dat het traject misschien wel heel erg lang duurt. En ik snap wel dat je soms sommige dingen niet weet. Maar ik vraag me ook wel af, hoe komt het nou dat het dan niet lukt om dat binnen 6 weken te gaan doen? Na de start, hè? Dus het is niet zo dat het na de aanmelding is, na de start. Dus dan is er al een generalist. Vinger aan de pols zaken, er staat ook geen norm voor. Dat wil ik ook eigenlijk geen norm voor, want ik kan niet bepalen hoe lang je een zaak in je case moet houden omdat iemand terug kan vallen. Je ziet er wel verschillen. De afdeling waar het meest op gestuurd wordt zit op 24%. Andere afdeling waar het laagst is zit op 13%. We hadden ooit gedacht in het ontstaan van Samendoen dat het 50-50 zou zijn. 50% actief, 50% passief. Dus dat halen we niet. Het kan ook zijn dat we veel te snel afsluiten omdat we zoveel caseload voor de deur hebben staan. Dus dat we dat niet doen, dat je het daardoor niet haalt. Het kan ook zijn dat die oorspronkelijke aanname gewoon niet klopt en dat we zaken heel goed in andere wijkteams weten weg te zetten. Geen idee. Dan hebben we nog één scala onderaan staan in onze benchmark. Die zegt van waar komen de aanmeldingen vandaan. En dat gaat, het gaat een heel klein stukje over van hoe zijn je relaties nou eigenlijk met de omgeving. Een voorbeeld. In Noord zijn ze overigens alleen nog maar bezig met kinderen. Dus dat is een iets afwijkend geheel. Maar daarvan komt meer dan 15% van alle zaken komt van het OKT. In Oost, met ook 75% gezin in hun caseload. In Noord heeft er 80, dus dat vind ik nog redelijk vergelijkbaar. Een omvang van Oost die iets groter is, komt maar 5% van alle zaken van de kinderen van het OKT vandaan. Zegt dat nou iets over de kwaliteit van de samenwerking met het OKT? En wat speelt daar dan? Wat maakt het dan zoveel anders? Dat aanmeldstukje anders loopt. Er kan van alles zijn, maar het roept bij mij wel vragen op. In die zin van, joh, zijn er nou dingen te leren van elkaar? Wat doen ze nou in Noord anders dan in Oost? Of misschien krijgen ze in Noord wel veel te veel zaken van het OKT in plaats van in Oost. Dat weet ik niet, want je kunt het ook omkeren. Maar het is volgens mij wel een hele interessante vraag. Want het verschil is natuurlijk eigenlijk enorm tussen die twee afdelingen. Terwijl de populatie ongeveer hetzelfde is. Wat ik vraag aan de mensen, aan de teams, is van gewoon graag prioriteiten stellen met jezelf. Want je kunt niet alles. En heel veel zaken zijn lastiger te beïnvloeden. Maar kies voor een aantal zaken. Mijn voorstel zou zijn, kies voor veiligheid. Zorg dat je datgene doet wat je zou moeten doen. Zorg dat je in ieder geval in de gaten hebt hoe het met de kinderen gaat. Want jij bent soms de enige die met het kind ook dat gesprek kan gaan voeren. Wees daar zuinig op. En verantwoord je eigen keuzes. Dus zorg er in ieder geval voor dat je dat wat je zou moeten doen, dat je dat in ieder geval ook registreert. En niet dat je daar ellenlange pagina's over hoeft te schrijven, maar zorg dat je toetsbaar bent voor jezelf. En daarmee maak je jezelf veel minder kwetsbaar. Stel vragen aan elkaar. Zaken steeds langer in de caseload blijven. Wat gebeurt er dan met de capaciteit? Raken we verstopt of niet? Mensen geven dat nu ook wel aan. Hè. In Noord hadden ze het later over kauwgomzaken. Nou, dat is een soort JBA-term. En mijn vraag is dan, oké, maar als je nou naar je plan van gebiedsgericht werken kijkt, ben je dan ook bezig met waar kun je die zaken dan ook kwijt? Wat ben je dan aan het ontwikkelen met elkaar? Want gebiedsgericht werken betekent volgens mij dat je iets doet in relatie tot je omgeving. En als je een zaak kwijt wil, moet je zorgen dat je ergens naartoe kan. En volgens mij is dat in je omgeving. En hoe kun je dan klanten daarin beter borgen? Nou, dat zijn vragen die je zou ze kunnen stellen aan de hand van de benchmark en vergelijk. En dat zijn ook vragen die je aan een collega zou kunnen stellen of aan een ander team kan stellen, want je ziet dat er verschillen zijn. Dit zijn de vragen die ik net ook al aangaf. Nou, die JBRA. Het centrum was dat. Ik krijg 30% van de klanten van de JBRA en Oost 13%. Nou, het centrum is natuurlijk een ander soort leefgemeenschap, zullen we maar zeggen. Maar is het nou zo? Het centrum bij partijen moet gaan kijken van, goh, wij krijgen heel veel kinderen niet die Oost wel krijgt van andere kanalen. Of is het nou dat ze in Oost moeten gaan kijken, hoe kan het nou dat het in het centrum zoveel meer is? Ik weet niet wat precies het antwoord erop zou moeten zijn. Maar de vraag is op zijn minst interessant om dat te gaan ontdekken. En Noord en Zuidoost, daar is het verschil nog groter. Dan zie je dat het een verhouding ook van 3:1 is. Dan zie je dus dat het OKT in Zuidoost op een hele andere manier aangesloten is dan in Noord.
Dit is mijn afsluitende dia, want wij zaten met het dilemma over benchmark. Het gaat natuurlijk heel erg over cijfers en over controles en over vinkjes. Maar waar het eigenlijk over gaat is van als je dingen voor elkaar wil krijgen in teams en je wil teams ook professionals zelf meer verantwoordelijkheid geven, dan is het eerste antwoord wat vaak gegeven wordt, je moet meer controle. En als je meer controle doet, dan weet je precies wat ze doen en dan heb je het allemaal in de gaten en dit en dat. Volgens mij is een ander element, is ook sociale druk. Want teams voelen zich inderdaad echt wel, professionals voelen zich echt wel verantwoordelijk voor hun caseload en voelen zich echt verantwoordelijk voor datgene wat ze doen. Alleen we merken ook dat als het gaat om het registreren van dossiers, dat er mensen zijn in onze organisatie, dat is een gelukkige grote minderheid, die het stelselmatig niet doen. En er is een hele grote minderheid die het stelselmatig wel doet. Maar de mensen die het stelselmatig niet doen, die halen heel vaak die cijfers naar beneden. En dat gaat volgend jaar wel zichtbaar worden. En dat leidt ook tot andere gesprekken en discussies in teams. Daar krijgen teamleiders natuurlijk ook een rol in. Maar mensen die het moeilijk vinden om hun dossiers regelmatig te vullen, en die, daar moeten we wat mee gaan doen. Die mensen zullen zich echt moeten gaan verbeteren. Omdat dat, vind ik, hele grote risico's zijn in onze organisaties. Zeker als mensen ervoor kiezen ook om dat in schriftjes te gaan doen en dat zo te houden. Want de kans dat een schriftje gejat wordt is vrij groot. Dat hebben we recentelijk meegemaakt. En het is heel erg naar dat jij als hulpverlener allemaal klanten moet gaan bellen om te gaan vertellen dat jij hun privéinformatie verloren bent op straat. Want je had het ook digitaal kunnen doen. En dat is misschien lastiger, maar het was wel een stuk veiliger geweest. En ik denk dat klanten dat heel fijn gevoel vinden dat jij heel zorgvuldig met hun gegevens omgaat. En hier gaan we aan bouwen. We hopen dat het volgend jaar zomer klaar is. En dat we volgend jaar zomer ook wel met heel veel plezier met cijfers werken. Thank you.